Directeur Brenda van Daal van Heuse Asiana zegt enorm verrast te zijn met de reactie vanuit de gemeenschap om in te komen met voeding voor de bewoners. Wanneer onze redactie haar vanmorgen spreekt, zegt ze de blijdschap van een ieder in het tehuis te hebben opgemerkt. Van Daal plaatste dinsdag een oproep op social media waarmee ze de hulp van de gemeenschap vroeg om de schaarste aan voeding voor de bewoners te helpen op te lossen. De respons vanuit de samenleving overweldigend is geweest. Ik heb een noodoproep gedaan, misschien uit paniek. Maar het is echt uit een moederhart gebeurd. Omdat een moeder die ziet dat ze geen eten meer voor de kinderen op tafel heeft, is in staat tot de gekste dingen. Ik heb gisteren gesproken met het ministerie, minister van SOSAVO. We hebben een spoedbijeenkomst gehad. En het is niet gegaan zoals ze zouden willen. We hebben het een en ander glad gestreken, daar, de plooien glad gestreken. Ik zou het misschien vandaag anders hebben gedaan, maar ik kan niet zeggen dat ik spijt heb van die noodoproep. Want we hebben nu voor een week te eten voor de mensen en dat is wat belangrijk nu is. De communicatielijnen met vooral het ministerie zijn nu open, zodra ik ga gillen, nu gaat men naar me luisteren. De directeur zegt dat ze vanwege een gevoel voor verantwoordelijkheid ervoor heeft gekozen om een beroep te doen op de gemeenschap. De reden voor de schaarste was volgens Van Daal de late subsidie van de overheid. Vanwege een verlaten subsidie, we zijn met een weekje verlaat, daar moet ik wel, eerlijk in zijn. En dat is eind juli is het ingediend en we zijn nu in september en zaken worden steeds duurder en vandaar vanwege dat feit is er. Het geld is eerder opgegaan dan we hadden verwacht. Dat is midden juli al gebeurd. Maar al die tijd hebben we dan de eindjes aan elkaar vastgeknoopt. Maar dat gebeurde niet meer eergisteren. Dus vandaar die oproep. Van Daal zegt dat vanwege het steeds duurder worden van voeding, zij wist dat de subsidie eerder zou opraken. Er zijn lopende afspraken met het ministerie van Sociale Zaken om het probleem structureel aan te pakken. Van Daal zegt vernomen te hebben dat ook de vicepresident in zal komen voor een structurele oplossing. En er dus ten volle van overtuigd te zijn dat de organisatie ook door de moeilijke tijden heen zal komen.